Zo ziet het oude kinderziekenhuis eruit. Dit zijn de kleuren. Dit zijn de gangen. Je moet eens letten op het plafond, hoe laag dat is. Hoe eigenlijk benauwend en bedompt dat is. En nou lopen we naar het nieuwe deel. En hier begint het nieuwe kinderziekenhuis. Welkom mee. Kijk, daar zitten mensen te spelen in de hal. Zijn een hele grote spel. Te gek. Dus als ik een beweging doe, dan doet hij het na. Ja, ja. Wel te gek, hè. Nou, dit is dus een hele grote speelruimte geworden. Want hier zit een afdeling voor grote kinderen, dat zijn kinderen tot 10 jaar. En daar is de afdeling voor kinderen met ja, eigenlijk kwaadaardige ziektes. Dat is de kinderoncologieafdeling. Zo ziet een afdeling er nu uit. Zie je het verschil? Het is niet te geloven. En dan zie je ook meteen dat het hele klimaat waarin kinderen worden opgenomen een ander is. Je ziet ook overal ouders zitten. Want de ruimte is ervoor gemaakt dat je als kind met je ouders eigenlijk in een ziekenhuis kan zijn. Het motto is: God is in het detail. Dus de details die je maakt, die maken het verschil. Een ander detail is, al deze dingen, deze cartoons, die zijn zo gemaakt dat een kind ook begrijpt wat het is. Dit is een onderzoekskamer, nou, dat kan iedereen zien. Er zijn kinderen die kunnen niet, omdat ze zo ontzettend kwetsbaar zijn, omdat ze geen weerstand hebben, die kunnen niet in een open ruimte met andere kinderen spelen. Maar dan kun je toch, als je in deze speelkamer komt, kun je toch met je vriendjes zijn. Nou, als het niet hoeft, gaat dit open. En dit is, je moet het overdag zien, want dan heb je een waanzinnig uitzicht. Ik hoop dat we hierin kunnen, maar ik denk het haast niet. Ja! Moet je even kijken, dit is de keuken waar tieners met hun vrienden gaan zitten. Dus als je nou zegt, kom je vrijdagavond eten, dan gaan we samen film zien. En dan is dit de ruimte waar dat kan. En dit wordt straks ingericht, dus als je over een tijdje komt kijken, dan zie je dat. En als je nou toevallig aan het infuus zit, dan hindert dat niks. Want dan hangen we hierboven, sluiten we je aan en dan kun je toch bezig zijn met die dingen. Dit moet nog verder ingericht, maar je bent in een ziekenhuis en je opa en oma komen op bezoek. En dan zegt je, weet je wat, we gaan vanavond samen eten. Dan is dit een plek waar gekookt kan worden. Hier komen kleine tafeltjes te staan en dit is eigenlijk een heel klein restaurantje waar je met elkaar even kunt eten. Alle voorzieningen ervoor zijn er en ze zijn super veilig. Want het is natuurlijk inductie, je kunt nooit je hand branden. Je kunt dus in dit ziekenhuis ook een klein beetje van je gewone leven leven. En als je hier nou bent opgenomen en je bent meervoudig gehandicapt en je bent voor het eerst in een ziekenhuis zonder je ouders, dan is hier de kamer waar je ouders bijvoorbeeld kunnen blijven. En die kunnen dan voor je helpen zorgen terwijl je opgenomen bent. Dat zijn familiekamers die we hebben gemaakt. Ook die zitten niet in het pakket van de overheid. Daar heb je echt gewoon hulp voor nodig van mensen om dat mogelijk te maken. Maar wat een waanzinnige voorziening, hè? En dit hebben we natuurlijk ook in de badkamer voor gehandicapten. Die heeft ook een speciale tillift, zodat je heel makkelijk in en uit het bad kan. En dat eigenlijk, hoe groot je ook bent, toch er goed voor je gezorgd kan worden. Dat je je prettig en veilig voelt. Als je heel ernstig ziek bent en je bent gehandicapt, vroeger dachten de mensen niet aan dat je daar groot mee zou worden. Maar al die kinderen worden gewoon groot en volwassen en die hebben support nodig. En soms hebben ouders in hun huis al voorzieningen die wij in een ziekenhuis niet hebben. Dat kan niet. Dus ik hoop dat dit helpt om de komende generatie patiënten adequaat te kunnen behandelen. Wat ze ook hebben. Om dit te kunnen bouwen, daar hebben we dus het geld voor nodig. En als je het verschil ziet met een ziekenhuis, een kinderziekenhuis zoals het nu wordt gebouwd. En zoals wij het hier gebouwd hebben. Dat is het verschil wat mensen het mogelijk hebben gemaakt.